Ze hebben geluk. Deze kinderen van basisschool De Rietmeen uit het Overijsselse Badmen. Ja, het kan wel zo'n half uur duren. Ze maken een heel bijzonder moment mee. De geboorte van een kalfje. Ja! Wat is dat? Het is een meisje. En toen ging de koe, de moeder ging het kind aflikken en dat zag er wel heel indrukwekkend uit. Allemaal bij elkaar komen. Voor Finn is dit eigenlijk heel normaal. Dit boerenbedrijf is van zijn ouders en soms helpt hij ook een handje mee. Ze geeft verplichting, maar mijn vader vraagt wel, wil je even helpen met dit? Niet alle koeien willen gelijk, liggen ze te lekker voor om gemolken te worden. Alleen dan moet ik even helpen die koeien te vinden en op te laten staan en naar de robot leiden. Ja, je hoorde het goed, de robot. In dit bedrijf hebben ze allerlei technische snufjes die de ouders van Finn helpen bij hun werk. Zoals dus de melkrobot. Dan gaat het cameraatje, die pakt dan een speen en zo worden ze dan gemolken. Er is ook een robot die de koeien helpt bij het aanschuiven van het voer. En zelfs één die ze helpt met de koeienpoep. En die schuift alle mest, want het valt niet allemaal netjes tussen die gleufjes in. Al die extra hulp kunnen ze goed gebruiken. Want er is veel werk te doen, terwijl er steeds minder mensen ervoor kiezen om boer te worden. Zo'n 20 jaar geleden waren er nog meer dan 100.000 boerderijen. Nu zijn dat er nog geen 50.000. De helft minder dus. Nou ja, het is wel zonde, want je wil wel graag melk en zo blijven drinken. Dus ik vind het wel belangrijk dat boerderij blijven. Want melk zit bijna in elk product. En eieren, dus het is wel heel belangrijk. Ja, die koe achter moet staan. Even aan de kant. Even aan de kant. Door deze rondleiding hoopt hij dat klasgenoten beter weten wat het boerenleven is. En misschien dat iemand nu boer wil worden. Het lijkt me wel leuk, omdat je wel gewoon veel met dieren bezig bent en met wat ze allemaal te eten moeten krijgen en zo. Je twijfelt? Ja. Waaraan? Wat ik zou doen, want ik wil ook iets anders worden al. Je moet er wel altijd voor zorgen, je moet vroeg opstaan. En je kan ook niet altijd zomaar vakantie, want je moet ook wel voor de dieren blijven zorgen. Ja, het is en blijft een zwaar beroep. En dat weet Finn als de beste. Toch denkt hij er serieus over na. Ik weet het natuurlijk niet, want het is hard werken. Maar ik hoop dat... Ik denk het wel. Wat denk je wel? Dat ik boer zou laten gaan worden. En mijn bedrijf van mijn vader overnemen. Als hij boer wordt, kan hij in ieder geval rekenen op hulp van zijn beste vriend. Als hij me nodig heeft, wel. Ja.